Nou, ik denk dat we gaan beginnen. Goedemiddag allemaal. En dan toch soms wel, soms niet, zonovergoten middag. Welkom in Spui 25. Fijn dat u er allemaal bent. Mijn naam is Wessel Padberg. Ik ben student dramaturgie aan de UvA en ik zal vanmiddag de moderator zijn. En we zijn hier samen in Spui 25 voor de serie Grote Denkers in Spui 25. Waarin de faculteit Maatschappij en Gedrag van de UvA wetenschappers heeft gevraagd om over grote denkers te presenteren. En het doel daarvan is om zowel de geïnspireerde wetenschappers als de inspirators een podium te geven. En we gaan kijken hoe het gedachtegoed van deze grote denkers in onze huidige maatschappij naar voren komt. En of het nog relevant is, dat is natuurlijk de vraag. En we beginnen vandaag met de allereerste serie over B.F. Skinner. We beginnen met deze beide heren. Ik zal ze even aan u voorstellen. We hebben rechts voor u Arnold van Emmerik. Werkte aan de FMG ook. Klinische psychologie. En is vooral bezig met het onderwerp trauma. En sinds kort, heb ik vanochtend gehoord, ook bestuurslid van de Europese Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapieën. En daarnaast hebben we oud-hoogleraar Pier Prins. En vooral geïnspireerd ook in de klinische kinder- en jeugdpsychologie, maar ook met een specificatie op ADHD. En een fascinatie ook voor Nature Nurture, vaak over gepubliceerd. En interessant in deze context is ook dat Pier Prins B.F. Skinner zelf heeft geïnterviewd voor een artikel. Dus dat zal waarschijnlijk ook nog wel terugkomen vandaag. En waarom zijn we hier? Beide heren hebben samen ook een boek gepubliceerd over B.F. Skinner. Wat, nou ja, alle informatie komt helemaal terug vandaag daarin. En daarvoor liggen ook bestelformulieren aan het eind bij de uitgang. En wat we gaan doen is, we hebben ongeveer het eerste gedeelte en dan gaan we een korte break doen voor vragen over het eerste gedeelte. En die zal ik even leiden en dan kom ik met de microfoon bij u. En wacht ook even op het microfoon voor de kijkers thuis, want dan kijken mensen mee via een livestream en anders horen ze helaas de vraag niet. Dus dan zou het fijn zijn als we daar even op wachten. En dat lijkt me een goede inleiding zo. En dan is nu het woord aan u beiden. Dankjewel, Wessel. Hoort u mij? Ja, ja, oké. Leuk dat u er allemaal bent op deze dag waarin we het gaan hebben over B.F. Skinner. Je kunt je afvragen waarom er aandacht besteed zou moeten worden aan B.F. Skinner. Want B.F. Skinner is toch 30 jaar geleden overleden. En wat hij had geschreven en heeft geschreven, dat was toch allemaal of is allemaal bekend. En staat in de tekstboeken psychologie. En misschien is dat allemaal duidelijk nu. En waarom zouden we dat weer opnieuw gaan bekijken? Nou, de situatie doet zich voor momenteel dat wij geconfronteerd worden met grote problemen in de samenleving. Hè? En die hebben te maken met klimaat, met het milieu, met de gezondheid. Zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid. De kosten lopen enorm op. En als je goed naar die problematiek kijkt, dan zie je natuurlijk dat daar altijd en overal gedrag een rol in speelt. En dat is nu juist het onderwerp waar B.F. Skinner zich uitvoerig mee heeft bezighouden. En dat heeft hij op een bepaalde manier gedaan, waardoor zijn imago soms aardig beschadigd is geraakt. En hij gemarginaliseerd is geworden, is onze mening. En wij denken dat het hoog tijd is dat hij een nieuw podium krijgt. En daarom hebben wij ook dit boek gemaakt op basis van zijn teksten. He, wij strooien rijkelijk met citaten uit zijn werk. En daarom is het een heel fijn en leesbaar boek geworden. Want wij hebben geen ingewikkelde, moeilijke zinnen hoeven formuleren. Want hij heeft zelf niet anders dan buitengewoon helder en mooi over het gedrag en omgeving en de psychologie geschreven. Wat we gaan doen is het volgende. Ik zal even een overzichtsslide laten zien. We zijn er, we gaan van start. Eerst zal ik een kort overzicht geven, een kleine biografische schets
over wie B.F. Skinner was. Dan gaan we over op wat is nou de kern van zijn gedragsleer. Dan als derde punt gaan we in op zijn plaats binnen het behaviorisme. Daar neemt hij een geheel eigen plaats in. En het is goed dat we daar heel precies in zijn, omdat hierover buitengewoon veel misverstanden zijn ontstaan en die bijgedragen hebben aan zijn imago en negatieve beeldvorming. En tenslotte gaan we in op de actualiteit van B.F. Skinner. B.F. Skinner is, zoals u misschien wel weet, een Amerikaans leerpsycholoog en misschien wel een van de meest bekende van de vorige eeuw. Zijn hele leven strekte zich uit van het begin van de vorige eeuw tot het eind daarvan, van 1904 tot 1990. En Skinner heeft eigenlijk drie rollen gespeeld in zijn leven. Hij was een leerpsycholoog. Hij was ook behaviorist. En behaviorisme is natuurlijk de wetenschap van de gedragsleer. Het is niet die gedragsleer zelf, maar het is de filosofie daarover. Van wat is het object en wat is het methode van de psychologie. Daarover gaat het behaviorisme. Daar moeten ze zich uitspraken over doen. En ten derde was hij een sociaal filosoof. En in die drie rollen is hij onverminderd invloedrijk geweest. Maar ook vaak controversieel. En dat maakt hem zo ontzettend interessant. En dat interessante, ik benadruk het nog maar eens, dat zie je niet wanneer die genoemd wordt in tekstboeken van de psychologie of wanneer die elders nog ooit genoemd zou worden. Hij werd geboren in 1904 in Susquehanna, een kleine provincieplaats in Pennsylvania. Zijn vader was jurist en advocaat en had politieke aspiraties. En zijn moeder was huisvrouw en bestuurde het gezin. En het interessante is dat Skinner in zijn jonge jaren nogal op zichzelf was. Maar ook enorm geïnteresseerd in het doen van uitvindingen en het maken van dingen waar hij tegenaan liep. Bijvoorbeeld een verwarmingssysteem in het huis van zijn grootouders of een schoonmaaksysteem voor de schoenwinkel waar hij werkte. Hij had een enorme behoefte om problemen op te lossen. En daar loop je natuurlijk dagelijks tegenaan. En hij ging dan meteen oplossingen daarvoor zoeken. En dat is het interessante van hem. Want je zou kunnen zeggen, hij is misschien meer een ingenieur dan een psycholoog. Hij is vooral een doener en een probleemoplosser. Het grappige is, het interessante is dat toen hij dan na de middelbare school een universitaire opleiding zou gaan kiezen, dan kwam hij terecht bij de kunstopleiding. Hij had gekozen voor het schrijverschap. En dat was interessant. Hij is naar New York gegaan en heeft daar een jaar geprobeerd om schrijver te worden. Dat noemt hij zelfs een dark year, omdat het wat hem betrof geen succes werd. En hij zei in zijn autobiografie, ik ben er maar mee gestopt, want ik had eigenlijk niets te vertellen. In die zin was hij wel heel eerlijk daarover. Dus dat was voor hem een heel moeilijk jaar en daar is hij toen is hij mee gestopt en is hij uiteindelijk bij de psychologie terechtgekomen. En als je nou kijkt naar welke invloeden hij heeft ondergaan bij de keuze van de psychologie, dan zijn dat drie grote denkers die hier ook in deze cursus niet zouden misstaan. En dat is de leerpsycholoog Pavlov, hè, over de geconditioneerde reflexen. Dan was dat de aartsvader van het behaviorisme, John Watson. Die heeft hij bestudeerd. En als derde heeft hij het werk van Bertrand Russell bestudeerd. En die staat natuurlijk bekend om zijn empirische filosofie. En de stellingen van een uitspraak is waar wanneer die empirisch geverifieerd kan worden. Dus deze drie denkers, als je die bestudeert of kent, dan begrijp je waarom Skinner voor het behaviorisme gekozen heeft. Terwijl dat toen niet vanzelfsprekend was, want in die tijd was de bewustzijnspsychologie was dominant. Het was de tijd van nog uit voortvloeisel van Wundt en Titchener, waarin men het bewustzijn, de bewustzijnsinhouden bestudeerde. En de invloed daarvan op het gedrag.
En Skinner was vooral geïnteresseerd in het totale organisme in zijn omgeving en hoe zij interacteert met die omgeving. Skinner is vooral bekend om de ontdekking van de operante conditionering. En dat is een enorme prestatie geweest, want dat deed hij al op zijn 30-jarige leeftijd. Waarin hij dus zich los ging maken van de reflexleer van Pavlov. En met een geheel eigen ontwikkelde methodiek de operante conditionering ontdekte. En daar veel onderzoek over deed. Daar komen we straks uitvoeriger op terug. Omdat dat natuurlijk de basis is van zijn denken over mens en samenleving. Het levensmotto van Skinner was: heb invloed op je omgeving en doe dingen. Hè? Ga niet stilzitten, ga geen hulp vragen, doe dingen zelf, pak dingen aan en verander dingen als je ziet dat er problemen bestaan. Heeft hij tot op hoge leeftijd, tot aan zijn dood, heeft hij dat zelf in de praktijk gebracht. En een van die uitingen daarvan is dat hij 20 boeken geschreven heeft. En dat is een enorme prestatie. En niet alleen omdat het op die drie gebieden heeft hij gepubliceerd. Dus zowel op het gebied van de leerpsychologie, hè, in het Behavior of Organisms. Dat boek is als een bom ingeslagen in 1904 of 35. En, of 1938. En werd ook door de hele grote leerpsychologen van die tijd, zoals Hull, Tolman en Thorndike, werd dat gezien als een briljante prestatie. En dat heeft hij dus als een zeer jonge student en promovendus, heeft hij dat in zijn eentje, echt werkelijk in zijn eentje, klaargespeeld. Maar daarnaast heeft hij 10 jaar later, toen heeft hij een boek geschreven, Walden 2, misschien wel bij u bekend, misschien bij meerdere van u. En dat gaat over een utopie. Wat is een ideale samenleving op basis van de operante conditionering? En hij liet zich inspireren daarin door David Thoreau. En David Thoreau was een natuurliefhebber. En iemand die zich uit de samenleving terugtrok. En alleen in de bossen ging wonen bij een meer. En daar zichzelf self-supporting was. En daar een pleidooi hield voor minder vervuilend, minder consumerend gedrag. Maar hier begint al meteen de controverse rond Skinner. Want Skinner kreeg een enorme kritiek van de Thoreau-vereniging aan zijn broek. Want ze waren zeer gepikeerd dat hij de naam van Walden, van David Thoreau, gebruikte voor zijn boek. Namelijk Walden 2. Ze vonden dat geheel misplaatst. Omdat iemand die iets met de operante conditionering en de leerpsychologie zoals hij die propageerde, dat kon niet samengaan met het vrijheidsgedachte van David Thoreau. Komen we misschien nog op terug. Hij heeft ook een boek geschreven, ik zal ze niet allemaal uitvoerig gaan bespreken natuurlijk hier, is Verbal Behavior over complex gedrag, taal. Taal noemt Skinner ook gedrag, het is verbaal gedrag tussen een spreker en een luisteraar. Taal is geen overdracht van informatie. Geen pakketjes van informatie van de een naar de ander. Maar het is gedrag tussen luisteraar, tussen spreker en luisteraar. En tot op hoge leeftijd, dan op zijn 80ste jaar, schreef hij het boek Enjoy Old Age. Hoe moet je, als je ouder wordt, toch nog aardig en comfortabel leven? Dat doe je, zegt hij, door niet door jezelf te veranderen, maar door je omgeving te veranderen. En daar geeft hij talloze voorbeelden van. Goed, zal u niet verbazen dat hij ook een uitvinder en een ontwerper was. Ik zal daar straks een aantal voorbeelden van geven. Dat geeft ook weer zijn ingenieurachtige aard weer en zijn probleemoplossende aard. Het volgende is het punt wat ik ook wil maken, is dat hij ook altijd geprobeerd heeft om de betekenis van zijn psychologie, van zijn leerpsychologie, toe te passen op grote problemen, op grote vraagstukken. En ik denk dat het daarom ook een groot denker is. Dat hij tot de grote denkers gerekend kan worden. He, hij heeft, die oproep doet hij ook aan psychologen. En hij zegt van jongens, jullie zijn allemaal wel hoge morele mensen. Maar je moet ook zelf een bijdrage leveren aan de oplossing van problemen.
En dat heeft hij ook gewoon, daar heeft hij voorbeelden van gegeven. Hij heeft bijvoorbeeld een heel systeem ontworpen om effectief onderwijs te geven. Hè. De geprogrammeerde instructie komt van zijn kant. En dat zijn principes die nu nog in e-learning en computergestuurd onderwijs terugkomen. Hij heeft natuurlijk ook een voorloper, een basis is hij van voorloper van de gedragstherapie. En tenslotte, en daar komen we ook op terug, heeft hij een bestseller geschreven over vrijheid en waardigheid. Met grote en vergaande implicaties voor de inrichting van de samenleving. Hij overleed op 86-jarige leeftijd. Ik had hem 4 jaar daarvoor nog geïnterviewd. En toen werkte hij nog op zijn kantoor in Harvard. En op 10 dagen of 8 dagen voor zijn overlijden gaf hij nog een laatste lezing voor de American Psychological Association. En dat deed hij waarschijnlijk helderder, kristalhelderder dan ik het zou kunnen doen. En hij werd daar geëerd voor al zijn werk van de afgelopen eeuw voor de psychologie. En 8 dagen later overleed hij. Misschien goed om even nog een aantal uitvindingen, snel, ik zal ze niet allemaal langslopen natuurlijk. Maar misschien leuk om, in ieder geval de operant chamber, wat ook wel bekend is als de Skinnerbox. Zelf hield hij niet van het woord Skinnerbox. Hij vond dat zijn naam daar niet aan verbonden moest worden, terwijl hij die zelf wel ontwikkeld had. Maar het was ook geen valse bescheidenheid, denk ik. Hij wilde het gewoon niet. Het was, zoals hij noemde, een operant chamber. Had hem zelf helemaal ontwikkeld en aan elkaar geknutseld in zijn laboratorium. En het principe is dat je in die ruimte, in die chamber, in die box, kun je een dier vrij laten bewegen. In tegenstelling tot de proefopstelling van Pavlov, waar een dier heel gefixeerd vastzit en met stimuli daar worden stimuli op losgelaten en dan krijg je dat associatie leren. En bij Skinner is het juist omgekeerd dat je het dier vrij laat lopen in een doolhof of in deze Skinnerbox. Die vertoont gedrag en dat gedrag heeft een impact op de omgeving. En het effect van dat gedrag bepaalt wat dat dier in de toekomst gaat doen. Gaat het gedrag toenemen of gaat het gedrag afnemen? Heel simpel is dat het principe. Een opstelling die in talloze laboratoria al over de wereld toen is gebruikt en toegepast. En ook nu nog in allerlei onderzoekscentra te zien is. Wat ook een heel interessant project van hem is geweest, is de baby tender. Ik weet niet of u dat kent, maar dat is. Op een gegeven moment hadden hij en zijn vrouw, spraken ze over, zullen we een tweede kind nemen? En toen zei zijn vrouw, nou dat vind ik wel interessant, dat zou ik wel willen. Maar ik wil niet, ik kijk enorm op tegen al die zorgen en dat gedoe eromheen. En kan die verzorging van het kind niet wat eenvoudiger? Nou, dat is ook weer een mooi voorbeeld, dat hij dan niet overal gaat zoeken wat er is. Hij gaat het zelf maken. Dus hij heeft zelf toen een crib gemaakt, ook een soort box, waarin de baby kan zijn. Het is een afgesloten box, temperatuur en vocht gereguleerd. Een groot scherm ervoor, dan kun je naar de baby kijken. En een matras met een doek eroverheen die je dan met zo'n crank als die kan verschonen. En het is een aandoenlijk mooi voorbeeld van hoe je een probleem waar je tegenaan loopt kunt oplossen. Nou, u kunt zich misschien ook voorstellen dat er enorm veel kritiek opgekomen is. Zeker toen een artikel daarover verscheen in Ladies Home Journal. En dat de hoofdredacteur niet de baby tender had genoemd, maar de babybox. Dus dat beschrijft hij ook geweldig interessant in zijn autobiografie, maar hij kreeg verschrikkelijk veel kritiek. Omdat, en dat is wel leuk, ging hij analyseren, waarom krijg ik nou zoveel kritiek? Dus hij snapte het niet. Hij snapte niet dat de mensen vonden dat het kind, hè, dat de verzorging van het kind, werd dat was kunstmatig. Dat was misschien wel fijn, want je kon alles fijn reguleren en de moeder kon in de tussentijd iets anders doen. Maar het kind zat daar achter een glazen plaat en dat was toch eigenlijk helemaal niks. En hij snapte dat niet, want het
kind zat ook niet de hele dag 24/7 in dat ding, maar gewoon op bepaalde tijden. Maar hier zie je ook hoe nepnieuws toen ook een hoge vlucht nam. Want hij is daar toen enorm op bekritiseerd en het heeft zijn imago ook behoorlijk beschadigd. Dat ze zeiden van ja, je bent een gevoelloze psycholoog die kinderen mishandelt. En dan kreeg je ook brieven van stuur je kind naar Californië, daar kunnen ze lekker buiten spelen. En kan iemand deze crackpot scientist niet aanklagen? Hè, dat... Goed, leuke detail hier is dat de andere grote behaviorist, Hans Eysenck, ook controversieel, zei, ik snap het wel, Burris, ik snap het wel, Fred. Mensen vinden het moeilijk om technologie op hun eigen gedrag toe te passen. Gedragstechnologie toepassen op de mens is een hele lastige hobbel. En, nou ja, goed. Dat was het. De babytender werd niet in productie genomen. Hij heeft hem wel gebruikt en er werd gezegd door grote ontwikkelingspsychologen ook van en anderen. Ja, die dochter die is niet goed terechtgekomen, zijn dochter Deborah, die is psychotisch geworden omdat ze daarin opgevoed is. Nou, zij voelde zich toen op een gegeven moment genoodzaakt om ook openbaar te zeggen van jongens, ik ben helemaal happy en ik ontwikkel me heel goed en ik woon nu en ik ben een kunstenaar en het gaat geweldig. Goed, dat is ook weer die negatieve beeldvorming over B.F. Skinner wanneer het gaat over complex gedrag en toepassing van de operante conditionering bij dit soort kwesties. De kernstelling van B.F. Skinner staat hier verwoord: niet ons innerlijk leven bepaalt wat we doen, maar onze genetische aanleg, onze leergeschiedenis en onze omgeving. Als we ons gedrag willen veranderen, dan moeten we daar de oplossing zoeken. Nou, je zou kunnen zeggen dat is een aardige statement, maar dit is de essentie, ook zoals hij zelf zegt, waarom ik niet begrepen word en waarom ik zo bekritiseerd word. Omdat hij de innerlijke drijfveer van het gedrag, van wij doen wat we doen omdat wij intrinsiek gemotiveerd zijn. We hebben een innerlijke drijfveer om allerlei gedrag te vertonen. U gaat nu hier naar deze lezing en u denkt dat u daar vrijwillig een keuze in heeft gemaakt en zelf een beslissing heeft genomen. En hij en Skinner is daar niet zo zeker van. Hij denkt dat dat ligt in uw leergeschiedenis, in uw genetische aanleg en in bepaalde omstandigheden. De actuele omstandigheden. Dat moet u maar eens bij uzelf nagaan. Maar het feit dat hij die innerlijke determinatie van gedrag, de innerlijke drijfveer, afwijst en zegt, jongens, het zit in de omgeving. Het is een omgevingsdeterminatie die ons gedrag bepaalt. Dat staat zo haaks op hoe wij leren denken over ons gedrag en wie we zijn, dat ik mijn hele leven nodig heb, Skinner dan, om het uit te leggen. Goed, u kunt zich voorstellen dat dit ook een van de kernpunten is, niet alleen van zijn leer, maar ook van de basis van de controverse rond hem. Interessant is ook dat hij zowel misschien wel de meest vereerde psycholoog van de vorige eeuw is, als de meest verguisde. Als we even kijken naar die kritiek, waar men heel veel moeite mee heeft, en misschien nu nog, zou me niet verbazen, is dat mens een lerend dier is, een lerend organisme. Skinner zegt van de mens is een onderdeel van de natuur en is ook een dier. Wel een apart dier met heel veel kwaliteiten, maar het is ook een dier. Ook gevoelig voor omgevingsinvloeden. Heel veel critici vonden dat dehumaniserend, ontmenselijkend. Dan komt in vervolg op wat we hier voorzagen van die kern, dat kernstuk. De mens is niet vrij en niet autonoom. De mens wordt gestuurd door zijn leergeschiedenis. De leergeschiedenis is wat ik ben. Mijn hele verzameling interacties met de omgeving maakt wie ik ben en wat ik doe. En de keuzes die ik maak liggen daarin. En niet door het feit dat ik zeg ik ga vanmiddag naar deze lezing toe. Ligt ook heel erg gevoelig, omdat mensen dat zelf en wij zelf
wij zelf ook niet als zodanig voelen. Skinner was, zoals ik al heb benadrukt, een doener. En hij wilde niet alleen de mens begrijpen, maar hij wilde hem ook veranderen. Hij wilde hem ook kunnen controleren. He, zoals hij ook met zijn dieren deed in zijn laboratorium. En hij zei, ja, de mens is ook leerbaar. Dus waarom maken we niet gebruik van het feit dat hij onder invloed van de omgeving staat? En gaan we hem beïnvloeden? En dat kan, want zegt hij, ik heb een gedragstechnologie ontwikkeld. En daar kan dat mee. En dat liet hij dan ook op verschillende manieren heel duidelijk zien. Hij heeft heel veel experimenten gedaan waarin dat blijkt. En dat was in de jaren 70 een enorm gevoelig punt. U heeft misschien gehoord van de debatten tussen Chomsky en Skinner. Maar ook tussen Carl Rogers, de Rogeriaan, en Skinner. Maar vooral Chomsky, die hier een artikel in de New York Review of Books heeft geschreven, een jaar na het verschijnen van Beyond Freedom and Dignity, waarin nog heel duidelijk het begrip fascisme boven de tekst hing. Van Skinner, door zijn systeem, door zijn leer, plaveit hij de weg voor de fascistische regimes. Dus we moeten die man niet gaan lezen en het is allemaal onzin wat hij verklaart. En dat hele gedoe van die operante conditionering en leerpsychologie, dat kan helemaal niet toegepast worden op complex gedrag. Of zoals Maarten het hard zei, B.F. Skinner, een ontzettend dwaallicht. Het was ook in die tijd, hij werd helemaal afgebrand. Hij was het zwarte schaap van de psychologie. Zoals ook wel gezegd. Tegelijkertijd, wat zo fascinerend is, is die man buitengewoon vereerd. Niet alleen door psychologen. Hè, zoals we hier zien, zijn Lifetime Achievement Award in 1990. Men dacht, ja, die man zegt toch wel nuttige dingen, interessante dingen waar we goed over na moeten denken. Maar ook die National Medal of Science, die krijg je ook niet zomaar. Die kreeg hij van Lyndon Johnson vanwege zijn, ik denk dat hij toen 65 was of zo, dus hij ging met pensioen. Tussen aanleidingstekens, voor zijn bijdrage aan de wetenschap, zijn uitmuntende bijdrage aan de wetenschap en de betekenis van die wetenschap voor de samenleving. Ik heb nog niet al die andere uitvindingen besproken met u, om de tijd te willen natuurlijk, maar die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de samenleving en van elementen daarin, onderwijs, zorg. Maar wat ook heel interessant is, dat hij ook nog een keer dan in die tijd de humanist van het jaar werd genoemd. Nou, dat kun je toch niet voorstellen. Iemand die, hè, zoals bij die kritieken, ontmenselijk bezig is, fascistische regimes in de kaart speelt. Hoe kun je die nou een humanist van het jaar spelen? Hij werd voorgedragen door het bestuur van de humanistische vereniging. En die voordracht werd nota bene ondersteund door Carl Rogers. Nou, Carl Rogers zegt, en dat citeert Skinner in zijn autobiografie, daar was hij kennelijk wel toch wel blij mee, dat Rogers van hem zei van, het verbaasde me dat Skinner een hele aardige en prettige en beschaafde man was. Dus u begrijpt welk beeld er van hem bestond. Kijk. Dat er kritiek op hem is geweest, is heel begrijpelijk. Het grote nadeel daarvan is geweest dat zijn werk niet goed gelezen is daarna. Gewoon niet meer goed gelezen. Zelfs zijn bijdrage aan de psychologie wordt heel vaak verkeerd weergegeven in tekstboeken. Geeft alleen maar aan hoe weinig belangrijk hij dan in feite wordt gezien. Althans minder belangrijk dan hij volgens ons is. Ik wou het hier even bij laten om hem, ik heb even, even geprobeerd een beetje te positioneren, iets over zijn leven te vertellen. En Arnold, jij gaat nu iets vertellen over de kern van zijn operante conditionering. Geef je dit even mee? Toch. Dankjewel. Hij werd overigens trouwens, ik zat ons boek nog even na te lezen, maar niet alleen door fascisten genoemd, maar ook door communisten erg op handen gedragen. Hij kreeg veel uitnodigingen van achter het ijzeren gordijn om daar te spreken. Een of andere manier sprak zijn gedachtegoed daar ook heel erg aan. En daar nam hij dan ook afstand van, wel meteen weer. Ja, nu ben ik er hier. Ik ga me gewoon meteen afroepen.
Maar misschien wel interessant om dan ook even te noemen dat toen ik hem interviewde in 1986, toen was hij 80 of 82 jaar. En dat de eerste de beste ding nadat ik hem een Hollandse kaas had overhandigd, die hij heel snel in een tasje hier zo naast zijn bureau, dat had hij ook allemaal helemaal ontwikkeld, kon hij zo laten vallen. En dat hij dan, de eerste wat hij zei is, I'm not a communist. Yeah. I'm not a communist. Terwijl dat nou... Oké, okay, nou Pier zei het al. Ja, u kunt mij horen, denk ik. Ja. Er zijn eigenlijk drie belangrijke verklaringen. Hè, onze overgeleverde genetische aanleg, onze leergeschiedenis en de huidige omgeving. En op dat laatste ga ik nu iets concreter in. Hoe zit dat nou? Dit is echt een kernstuk van Skinners gedachtegoed. De drieledige, ik zeg altijd per ongeluk driedelige, maar het is drieledige bekrachtigingscontingenties. En deze slide is eigenlijk een heel erg versimpelde weergave van die invloed van de huidige omgeving. En de leergeschiedenis is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ja, gewoon een enorme verzameling van een heleboel van dit soort situaties. Maar in de kern komt het erop neer dat al het gedrag, behalve het klassiek geconditioneerde, het respondente of het reflexgedrag, op deze manier te verklaren is. Dus terug te brengen tot dit schema. Er is een bepaalde situatie, een stimulus, en die heeft een specifiek, en in die situatie heeft een specifiek gedrag een bepaald effect op de omgeving, gevolgen in de omgeving, die dat gedrag bekrachtigen als het positieve gevolgen zijn. Dus de kans dat dat gedrag opnieuw wordt vertoond, die wordt groter. Of die het gedrag, de kans dat dat gedrag vertoond wordt opnieuw verkleinen als die gevolgen voor het organisme, voor de mens, negatief zijn. En als er geen honger is, hè, er is geen stimulus bijvoorbeeld, dan is er ook geen aanleiding om dat gedrag te gaan vertonen. Aan de andere kant, als iemand in een restaurant niets te eten krijgt, dan is er ook geen, wordt dat gedrag dus niet bekrachtigd en zal dat gedrag ook niet meer vertoond worden. Nou denkt u misschien, ja maar we hadden het al over die vrije wil, ik ga toch naar dat restaurant omdat ik honger heb. Die oorzaak die ligt toch gewoon daar aan de linkerkant in het plaatje. Dus die honger is eigenlijk de oorzaak van dat ik naar dat restaurant ga. Misschien denkt u dat ook. Maar Skinner zou zeggen, nee, die oorzaak die ligt aan de andere kant, aan de rechterkant. U gaat naar dat restaurant omdat u geleerd heeft dat u daar eten krijgt en dat als u daar naartoe gaat, dat uw hongergevoel dan gestild wordt. En als dat niet zo zou zijn, dat is eigenlijk ook heel logisch, dan zou u met uw honger en al natuurlijk gewoon op uw stoel blijven zitten en niet naar dat restaurant gaan. En misschien denkt u ook van, ja, maar ik bepaal dat toch gewoon zelf of ik wel of niet naar dat restaurant ga. Als ik wil, dan ga ik. En als ik niet wil, dan ga ik toch niet. En dan komen we ook hier op dat punt, controversiële punt van Skinner, van die vrijheid en de vrije wil. En Skinner beschrijft hoe we dat soort keuzes eigenlijk heel graag aan onszelf toeschrijven, aan onze inner man of onze autonomous man. Dat zijn termen die nog wel vaker zullen vallen vandaag, terwijl ze in feite door onze omgeving worden bepaald. En we hebben dat soort gedachten wel. Maar die, je zou kunnen zeggen, die vergezellen ons gedrag eigenlijk meer dan dat ze er een oorzaak van zijn. En het is wel interessant om dat voor jezelf na te gaan. U gaat straks ook allemaal de deur uit. En waarom doet u dat nou eigenlijk? Dit is natuurlijk een hele versimpelde weergave. De werkelijkheid is complexer. En dat heeft op een aantal manieren is die complexer. Er zijn interne bekrachtigende contingenties. En dit is eigenlijk meteen een voorbeeld daarvan. Hè. Honger is een zogenaamde private event, noemen ze kinderen dat. Hè. Anderen kunnen dat niet zien, behalve als wij erover vertellen. Maar het is niet direct voor andere mensen observeerbaar. En dat geldt ook voor een afname van die honger, voor honger die gestild is. En daardoor lijkt het soms voor andere mensen alsof contingenties niet een rol spelen en alsof het dat die inner man is die bepaalt dat we naar een restaurant gaan. Maar dat in feite zijn dat ook die private events of die coverte contingenties, zou je kunnen zeggen. Die anderen niet kunnen zien. Even kijken. Dit linkerplaatje kent u waarschijnlijk ook wel. Hè? Dat zijn de zogenaamde bekrachtigingsschema's. Ik moet toch even het goede papiertje zoeken.
Nee, ik ben het kwijt. Nou, dan ga ik het toch uit mijn hoofd doen. We weten uit onderzoek dat gedrag alleen maar harder toeneemt als het alleen maar af en toe bekrachtigd wordt. En daardoor lijkt het soms alsof die consequenties niet een rol spelen. Omdat ze heel vaak ook niet bekrachtigd worden of vaak juist straffende negatieve gevolgen hebben. Maar in feite als ze af en toe bekrachtigd worden, dan neemt dat gedrag alleen maar harder toe. En een tweede complexiteit, ik zei al, het is een versimpeling. Rechts ziet u een plaatje uit het boek van het boek Verbal Behavior, waarin duidelijk gemaakt wordt dat zo'n eenvoudig schema natuurlijk eigenlijk onderdeel is van een heel mozaïek van dit soort patronen. Hè. Het gedrag wat ik vertoon in reactie op bepaalde stimuli is voor u misschien ook weer een stimulus. En zo gaat dat door in een soort enorme keten van gedrag tussen mensen. En dat wordt die complexiteit die is vaak aanleiding geweest voor Skinner ook om hem uit te dagen. Hè? Van hoe verklaar je nou dit of hoe verklaar je nou dat? En dat boek Verbal Behavior, wat hij eigenlijk zijn belangrijkste boek noemt, dat is eigenlijk ook geschreven in reactie op een uitdaging van hem door iemand anders waarmee hij zat te dineren. En misschien denkt u dat nu ook wel. Ik weet niet, als u denkt van ja, wat gebeurt er als ik nu eens opsta? Dan vraag ik die van Emmerik eens van hoe verklaar je nou dat ik nu opsta? Of dat ik heel hard ga schreeuwen? Verklaar dat dan eens. En, nou, denkt iemand dat nu? Nee. Even vooruit? Nee, helemaal niet. Of weglopen of zo. Maar het zou geen zin hebben, want ik zou dat inderdaad niet kunnen. Hè, dat kan ik u ook vooraan zeggen. En dat komt omdat die leergeschiedenis die is gewoon te complex voor mij om te kennen. En voor u ook om te kennen. Omdat dat natuurlijk het hele leven lang doorgaat. Maar dat betekent niet dat het principe niet opgaat. En het interessante is dat mensen Skinner vaak uitdagen. Of Skinnerianen vaak op die manier proberen uit te dagen. En dat we dat niet vragen van bijvoorbeeld een geoloog. Want voor een geoloog of voor een astronoom kun je eigenlijk hetzelfde bedenken. Een geoloog die kan nooit precies voorspellen wanneer er nou een vulkaan uitbarst. Of wanneer er nou een aardbeving plaatsvindt. Dat kan hij niet, maar we zeggen niet dat daarmee de wetmatigheden waarop zo'n geoloog of zo'n astronoom zich baseert, dat die niet geldig zouden zijn. Maar op een of andere manier doen we dat bij Skinner wel en doen we dat graag. Ja, dit is een beroemd boek. Zelf vind ik eigenlijk misschien wel mijn lievelingsboek van Skinner, Beyond Freedom and Dignity. Beroemd, maar ook een van zijn meest controversiële boeken. Gelezen door een breed publiek. Is ook heel leesbaar, maar het heeft veel opgeroepen. En er kwam veel kritiek op Skinner, dat gaf Pier al aan. En hij vond ook, dat is ook wel aardig van die ijzeren consequentie van die man. Hij zei, science is human behavior and so is opposition to science. Dus hij vond eigenlijk ook dat die kritiek die hij kreeg, dat is ook gedrag. En dat moest hij eigenlijk vanuit diezelfde leer natuurlijk kunnen verklaren. En dat is die consequentie. En dat hij niet zegt van oké, ik heb hier een theorie en die is op dit en dat van toepassing, maar niet op iets heel anders. En die kritiek, dat is ook gedrag. Dus hij probeerde dat te verklaren. En daar had hij een aantal verklaringen voor. En de eerste is eigenlijk voor een deel een evolutionaire, dat ontsnappen aan controle, dat heeft ons als soort heel erg geholpen. Je hebt allerlei aversieve regimes gehad, dictaturen, misdaadssyndicaten, die het gedrag van andere mensen op een aversieve manier met straffen en met vervolgingen zo proberen te controleren. En als soort hebben wij geleerd dat het goed voor ons is als we daaraan ontsnappen. En ook binnen één enkel mensenleven heeft het ontsnappen aan aversieve omstandigheden, dat wordt natuurlijk bekrachtigd. Hè. Dus we hebben eigenlijk geleerd om aan controle te ontsnappen, om aversieve controle te ontsnappen. Maar eigenlijk wat we verkeerd doen volgens Skinner is dat we überhaupt aan controle proberen te ontsnappen. Ook de goede vormen van controle. Hè. De manieren van controle die ons eigenlijk heel erg zouden kunnen helpen als mensen. Zoals de controle zoals Skinner die voorstaat. En een tweede, en dat is eigenlijk een interessantere vind ik zelf, hè, dat is weer die inner man. Hè, naarmate de
de wetenschap voorschrijft, de neurowetenschappen, maar ook de gedragswetenschappen zoals Skinner die bedreef, blijft er eigenlijk steeds minder ruimte over voor onze inner man, om ons eigen gedrag, vooral de dingen die we goed doen, liever niet de dingen die we niet zo goed doen, maar de dingen die we wel goed doen, daar geven we onszelf graag de credits voor. En als nou blijkt dat ons gedrag steeds meer vanuit onze omgeving kunnen verklaren met bepaalde wetmatigheden, en helemaal omdat dat eigenlijk nog vrij eenvoudige wetmatigheden zijn, dat vinden wij eigenlijk niet zo prettig. Ja, dan gaan we nu, Wessel, wat is het plan? Ja, we gaan nu even naar de vragen, denk ik. Als dit werkt, ja, het werkt ook nog. En daarna hebben we een filmpje. Daarna hebben we een filmpje. Zijn er mensen met vragen op dit moment? Meneer, ja. Die? Oké. Okay. Ja, ik vraag me af waarom het onderscheid zo duidelijk gemaakt wordt tussen die leerprocessen en de inner man. Ik bedoel, ik herken heel duidelijk dat ik het proces ben of het product ben van al die leerprocessen. Maar vervolgens is dat in mij verinnerlijkt en werk ik vanuit mijn innerlijk, vanuit mijn gevoel dat het gevolg is van die leerprocessen. Dus ik zie niet in wat het nut is daarvan. Ik zou ook willen weten, hoe heeft dit effect gehad op individuele therapieën en op de visie voor de toekomst van de mensheid? Hoe je een maatschappij optimaal inricht? Ja. Dank je wel. Nou, er zijn een aantal vragen, hè? Maar ik begin even met de laatste, want die zit nog het beste in mijn hoofd. Maar ja, de invloed op de therapieën die is groot geweest, in ieder geval op de gedragstherapieën. De gedragstherapie is voor een groot deel gebaseerd op operante conditionering. Dus het denken van Skinner. En een gedragstherapeut, heeft zich ook wel wat ontwikkeld. Er zijn ook andere dingen die een gedragstherapeut doet. Maar in essentie zal die proberen het probleemgedrag van de patiënt te verhelpen in overleg met de patiënt, door de omgeving van de patiënt ook te veranderen. Door te kijken wat de instandhoudende factoren zijn in de omgeving van de patiënt om dat probleemgedrag op te lossen. He, dus dat is een invloed op de therapie geweest. Waarom dat onderscheid gemaakt wordt, dat was geloof ik. Ja, want ja. Op basis van wat ik geleerd heb, ben ik de persoon geworden die ik ben. Maar dat heb ik verinnerlijkt. En dan werkt dat vervolgens vanuit mijn innerlijk, vanuit mijn gevoel, onderneem ik dan het gedrag. Ja. Dus ik zie niet de noodzaak van het onderscheid in. Maar misschien mag ik even... Ja, zeker. Ik denk dat de betekenis hiervan vooral ligt op het moment dat we gedrag willen gaan veranderen. Dus stel dat u in een positie komt dat u zegt van nou zo en zo, dat en dat ben ik. Ik loop hier en hier tegenaan. Ik heb dit en dit allemaal geleerd en zo heb ik dat geïnternaliseerd. Maar nu wil ik iets anders. Ik wil iets anders aan mijn eigen gedrag, aan mijn gedrag veranderen. En dan denk ik dat je weer komt bij het Skinneriaanse verhaal dat hij zegt, dan moet je je niet concentreren op, laten we zeggen, je innerlijke leven. Dat noemt hij dan, want dat is niet de verklaring waarin de oplossing ligt. Want die ligt natuurlijk, zoals u hem ook aangeleerd heeft, in al die interacties met de omgeving. Dus daar zou je dan ook die oplossing weer moeten zoeken. Snapt u? En die innerlijke wereld, hoe je hem ook operationaliseert en hoe je hem ook definieert en benoemt, noemt Skinner dan in het hele verklaringsmodel, in die keten, een mental way station. Dus het is voor hem een tussenstation. Wat op zich zeggen we, nou ja, dat zijn hele belangrijke tussenstations. Daar kun je heel interessante dingen zien, vinden, afslaan. Hè. Maar wanneer je wilt veranderen, ik denk dat daar de crux ligt. Want ik heb me die vraag ook heel vaak gesteld. Van waarom doet hij zo moeilijk daarover? Waarom? Wat is inderdaad de winst daarvan? Maar ik denk dat dat vooral ligt als je ook echt iets wil veranderen. En dan zegt hij, heel veel psychologen willen meer begrijpen en verklaren dan veranderen. Omdat zij ook gewoon van, daar kom ik straks op hoor, ik ga de loop nu alweer op vooruit. Maar van, hij zegt, ja, ik wil ook voorspellen en controleren. En dat wordt steeds moeilijker naarmate je terugtrekt in dat innerlijke leven. Omdat dat natuurlijk uniek en voor mij als buitenstaander van u onkenbaar is. U moet het mij vertellen. En wat vertelt u wel, wat vertelt u niet? En klopt wat u vertelt, klopt dat wel? Heeft u dat goed geleerd te verwoorden? Nou ja, dat zijn complicaties waar Skinner heel erg serieus mee omging.
en zich daarmee daar vervolgens mee op een vrij extreme positie plaatste. Ik ben zelf pestotherapeute en dat is een vorm van therapie waarbij je teruggaat in de geschiedenis. Dus je leergeschiedenis ga je eigenlijk veranderen. En dan verander je, zeg maar, virtueel je geschiedenis, wat je geleerd hebt. Ik zit opeens te denken van, dat past dan ook wel in dat Skinner gedachtegoed. Mag Arnold antwoorden? Arnold is... Oké. Ja, het is, ja, zo zijn er waarschijnlijk wel meer andere therapieën waarvoor je dat ook af kunt afvragen. Maar ik denk, kijk, het gaat ook, ook een therapie is eigenlijk een omgevingsinvloed. Je kunt voor de psychoanalyse kun je ook zeggen, ja, dat gaat over een heleboel dingen. Maar uiteindelijk zit die patiënt ook, of ligt die patiënt ook met een therapeut in die kamer. En het gaat over een innerlijke wereld. Skinner ontkende ook niet het bestaan van een innerlijke wereld. Dat zou best wel maloterig zijn natuurlijk. Maar ook een analyticus is een omgevingsinvloed eigenlijk. Hè? En waar je als patiënt op reageert. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel precies weet wat een persotherapeut precies doet. Maar u bent ook een omgevingsinvloed. Ja, en uiteindelijk gaat therapie altijd via de omgeving, in die zin. Ja. We hadden volgens mij nog een laatste vraag daar bij meneer bij de deur. Dan gaan we even door, denk ik. En dan, Skinner leefde ook ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. En ik vroeg me af, wat dacht hij van de verschrikkelijke gruwelijkheden die gebeurden, Holocaust en dergelijke, en hoe dat eventueel in zijn model paste? Ja, dan speel ik die vraag weer aan jou door, Pierre. Hallo. Ja, dat weten we misschien niet, hè? Nee. Mag ik even... Misschien wel interessant is dat hij ook op een gegeven moment zijn leer heeft toegepast op het ontwikkelen van raketten. Ik geef even een voorzetje, Pier. Ja, dat weten we dan wel. Hij heeft een autobiografie geschreven van 1000 bladzijden, laten we zeggen. Maar daar is deze kwestie niet in voorgekomen. Althans, ik heb hem niet gezien. Maar, en dat is geen echt antwoord op uw vraag, hoor. Maar hij heeft wel in het begin van de Tweede Wereldoorlog... vond hij ook wel weer dat hij iets moest doen. En heeft hij dus met een enorme subsidie van het ministerie van Defensie een apparaat ontwikkeld, waarmee hij dus via het gedrag van duiven, die hij dus kon conditioneren, heel minutieus, een projectiel kon laten sturen naar een vijandelijk doel. En dat was wel interessant, want de radar werkte niet. Radar kon niet. Dus hij zegt, ik zat een keer in de trein naar Chicago, toen ging ik naar een congres. En ik zat zo naar buiten te kijken en ineens zag ik een zwerm vogels voorbij vliegen. Weet je, je kunt ze wel eens zo zien in formatie vliegen. En ja, dan weet, dat is ook weer zo fascinerend, van hoe komt zo'n idee dan bij je? Van ja, ineens dacht ik van, hé, je kunt een vogel gebruiken als middel. Hè? Je kunt hun krachtige, hun sterke punten gebruiken als een device. En dat heeft hij toen ontwikkeld. Uiteindelijk is het niet, was hij net te laat, hè? Duurde het ministerie te lang. Maar ik denk dat uw vraag gaat over, misschien, dat weet ik niet hoor, over het kwaad of over, ja, dat, ik weet niet of een ander, ja. Ik kan daar moeilijk vanuit zijn werk direct iets over zeggen. Ja, doen we nog de laatste vraag en dan gaan we dan door. Nou, ik vind eigenlijk die Holocaust, zo dat gedoe in Duitsland, een voorbeeld bij uitstek van hoe de omgevingscontrole dat ging overnemen van de inner man. Heel veel lieden die van zichzelf nooit van tevoren gedacht hebben dat ze erin zouden meegaan, en gingen daar dus toch in mee. En ja, het heeft al, de condities waren daarvoor gecreëerd en zo. En dat gaat nog cumulatief, hè? Steeds weer kleine beetjes of zo. Nou, en
voor je voorziet. Wist, je was je opeens in een bul veranderd of in een bewaker die... Oké, ja, duidelijk. Dus, ja. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld hoe het dan precies zit enzovoort. En waarom sommigen dan nog wel bestand bleven tegen de invloeden, anderen weer niet juist. Maar het barst van de lieden die erin meegingen. En dat geldt dus ook voor die... zoals de soldaten tekeer gaan in oorlogen, in oorlogsgebieden, in de Indonesië toen en zo. En die politionele acties en zo. Het is iedere keer hetzelfde. Ja, het zou ook interessant zijn dat je in dit verband ook iets meer zou willen weten over genetische aanleg dan. Hè? Wat je zegt van sommige mensen deden het niet, anderen deden het wel. In ieder geval is je punt wel duidelijk van de omgeving heeft mensen ook gevormd en min of meer door aversieve middelen gedwongen om in dat systeem verder te ontwikkelen. Misschien wel een lange leergeschiedenis zelfs één voorwaarde. Maar de leergeschiedenis was maar heel kort. De omstandigheden binnen die oorlog en hoe de tijdjes erdoor gingen. En voor mensen wisten of ze hadden niks geweten of ze deden het niet. Overheerst het idee dat... als de omstandigheden maar ernstig genoeg zou zijn, iedereen daartoe in staat zou zijn. Maar uit onderzoek blijkt, dan heb je het niet over weermachtsoldaten naar het front, maar mensen die echt wandaden begingen. Tijdens een vertegenwoordiging van mensen met een geweldsachtergrond. Politieagenten, criminelen, et cetera, et cetera. En dat, ja. En dat het is geen zwart-wit verhaal, maar ja, dat komt wel uit veel onderzoeken. Mm-hmm. En ook. Ja, dus dat omstandigheden niet genoeg zijn voor dat soort daden. Want wordt altijd gesteld van als u of ik of u in dat soort omstandigheden had gezeten, had hetzelfde gedaan. Maar in de sociale wetenschappen noemen ze dat counterfactual. Ik en u zitten niet in die omstandigheden. En hoogstwaarschijnlijk zullen we gelukkig ook niet in verkeren. Maar dat is een, ja, dat kan je niet zomaar zeggen, dat alleen omstandigheden... Maar ik denk toch dat het iemand gaat niet mee omdat hij politieagent is. Het is natuurlijk bij we spreken alleen grote lijnen hier eigenlijk. Maar als je het echt zou willen analyseren op het... Maar gewoon mensen met een gewelddadige inborstachtergrond. Ja, maar daar heb je al... Ja. Ja, maar dat is al een beetje... Nee. Maar Wat ik goed vind aan wat je nu zegt, is dat je inderdaad al iets meer gewoon op het niveau van de persoon gaat kijken. Maar dan heb je het nog over die inborst. Dat is weer het diepe construct waarvan Skinner zou zeggen, ja, dat is een inborst. Wat is dat precies? Maar een politieagent is natuurlijk iemand die een leergeschiedenis heeft. En waarom de ene politieagent wel en de andere niet? Omdat die de een misschien geleerd heeft om eerder heeft ontsnapt aan bepaalde dingen. En dat bij de een meer bekrachtigd is dan bij de ander bijvoorbeeld. Hè? Want dat bepaalt waarom de een meegaat en de ander niet. Ja, dat is wat die meneer misschien ook net zei. Je hebt die leergeschiedenis die vormt misschien jouw prachtig inborst om dat te doen. Maar dat een... Zullen we naar het filmpje wisselen? Ja, laten we hier afronden. Pak gewoon op bij het filmpje. We gaan kijken naar een filmpje waarin hij spreekt over dat idee van die vrijheid. Hè, vooral. Absoluut. In Dr. Skinner's controversial book Beyond Freedom and Dignity, he expresses the view that our individual and our cultural ills derive largely from the persistent and mistaken notion that there is in each of us an inner man who is somehow immune to environmental shaping. Somehow, ultimately free. Dr. Skinner denies the existence of this autonomous man and deplores what he calls the literature of freedom and dignity, which perpetuates the myth. Dr. Skinner sees each of us as wholly determined by our environment. It follows that to change our behavior, we must change and control our environment. The significant changes in human behavior, which most serious thinkers regard as necessary if man is to survive, can, in Skinner's view, only be affected through conscious, systematic control of the entire human environment, behavior modification, on a massive scale. Dr. Skinner's supporters claim he is the herald of a new constructive age. It has been called the era of conscious control. But his critics ask, who is to control the controllers? They argue that his views, leaving no room for basic human rights, are an open invitation for a new form of totalitarianism, and that his philosophy attacks the principles of human freedom and dignity on which our culture is based.
because I'm not attacking freedom, I'm not attacking dignity, I'm not attacking anything on which a successful government could possibly be based. It's just I'm talking about something beyond these things. I'm not for depriving people of freedom. I want them to feel free as much as they've ever felt free, and I'd like to have that, like to have them feel freer than they do now. And I want people to be achievers. I don't want to deprive them of the chance to do the things for which we give them credit, but much more is possible. And I think we are failing to do the kinds of things that we could do because we are misunderstanding what we mean by freedom and dignity, and it's standing in our way. Many of the people who reviewed my book have mentioned rats in mazes or dogs in dinner bells. If that's what I was talking about, it's not. It's quite surprising to me now, looking back on it, how little the world in general knows about operant conditioning, and I would include many psychologists. It's an extremely advanced, rigorous science. There are hundreds of laboratories throughout the world that are doing this work. Just how free is man? Well, of course, it depends on what you mean by freedom. I think traditionally the struggle for freedom has been concerned with freeing men from what we call aversive events, punitive events, annoying events, discomfort and that kind of thing. And I'm all for that. I wouldn't change it. I would not deprive man of that kind of freedom. I think he could do a very much better job, however, in living a day in his life free of threatening, coercive, punitive control. That was fine. And I think when you have to free the individual from despots, tyrants, people who control through punitive methods, the best way is to build up the individual, to convince him that he can be free, that the power derives from him, which is being used against him, and so on. I'm all for that. I'm all for building the individual up. But what has happened is that the control has therefore been branded as wrong, because it is something we want to escape from. We don't recognize the fact that we are also controlled when we do what we want to do, when we feel free. So the feeling is the thing that's wrong here. If you simply say freedom is feeling free, when I can do what I want to do, I am free. And that was what people like Voltaire and Leibniz and others said in the literature of freedom. Then you're stuck, because that doesn't give you any preparation whatsoever for dealing with the kinds of control that people will exert by making you want to do what you want to do. And when you do it, you please them. That's what they're working for. And you are therefore vulnerable. And the literature of freedom has never properly taken into account the dangers inherent in the kind of control that works through volition rather than through punishment. Then when I feel, I may feel free, but I'm still being controlled. Absolutely. We're all controlled all the time. And that's one thing I think that we simply must recognize. And until we do, we're likely to worry about control. But we're all, you're controlling me, I'm controlling you. Parents control their children control parents. Employers control workers, workers control employers. They're always, this is going on all the time. You're controlled by the physical environment you live in. You're controlled by the social environment. This is going on and has to be recognized as such. Now, the literatures of freedom do not prepare us to deal with very much of this. They're only concerned with the kinds of things you want to get away from. In other words, aversive control. Suppose people read your book, take the message seriously, realize that they are being controlled under all sorts of conditions. What happens to their feeling of freedom? Will they lose it? Well, I don't know. I certainly believe that my own behavior is entirely a function of, in the first place, my genetic endowment. That's the evolution of the species and some small divisions of the species. My past history, my family, my religion, my government, my schooling, all of these things, the physical environment in which I live, and the present situation. I am absolutely sure that that is all there is in the determination of what I'm doing at this very moment. I don't feel discouraged by this. I don't feel unhappy about this at all. You don't feel like a puppet. I don't feel the least bit like a puppet, because the whole operant kind of thing is not string pulling to make a figure dance. It is arranging a world in which
a person is giving out with behavior. He's doing things which affect that world and which in turn affect him. How does the concept of man's inherent dignity stand in the way of behavioral technology? Well, dignity is a tricky word. I use it more or closer, I think, to the French usage of worth. A person, what he's worth, what he deserves credit for. And we do want to give people credit for what they've done, and we tend to do this when we don't know why they've done it. As if it's a very conspicuous kind of thing, we give the causes the credit. If it's inconspicuous, we give them the credit. And this is important. We want credit ourselves for doing what we've done and so on. Now, once that is a practice, then we are likely to reject any technological advances which seem to give us less of a chance to do something worthwhile or admirable. I make the point in my book that fireproof buildings leave no place for brave firemen, and a peaceful world would leave no place for military heroes. And I think to some extent we have actually preserved dangers because we want the credit for dealing with them effectively. I think that it's hard to prove this, but I really believe that we are trying to defend the inner worth of a man, but we should be working on the environment which is really responsible for his behavior. Well, we seem to be partway there. In other words, if someone commits a crime, we go a long way toward explaining it in terms of his environment. Yes, we're very uneasy about that, though. I think we have to accept statistical facts such as that most people who commit crimes come from bad backgrounds. And if you could change the background, presumably, you would correct for the crime. Now, that isn't always true, of course. But that's just because we don't know enough about describing the actual background in question. Is one of the reasons, perhaps, that we're uneasy about explaining crime in terms of environment because we somehow realize that if that means we have to go all the way and explain our good behavior in terms of our environment? Yes. Nobody objects to an environmental explanation of his bad behavior. The juvenile delinquent says, oh yes, I'm a crazy mixed up kid, that's what's wrong with me, I have a bad background, and so on. But everybody objects if you say the environment is responsible for your achievements, because you want credit for those. You don't want to be blamed, but you want to be praised. And these are reasonable things, and we can understand why this has been the case. But it's another example of how mixed up we are, really. We're all crazy mixed up people when it comes to why people behave as they do. Why do we need behavior technology? Well, if you're satisfied with the world the way it is now, I can't convince you that we do. I think we're making a mess of things. And these are all problems which have to do with behavior, not with physical and biological technology. I do know that the nations of the world are spending about $200 billion a year on armaments. Now, it's all waste, of course. 10 years later, no good. The people are too old, the planes won't fly, and the better ones are all coming along, and so on. So $200 billion a year are wasted. They do nothing for mankind. If any big corporation had a very large segment of its resources going into waste that way, they would do some research and development to find out how it could be stopped. Let's say we'd put 10%, say. So he ought to take $20 billion a year and get everybody to chip in on this and find out how we can avoid spending $200 billion a year. Well, for $20 billion a year, think what you could do. You could have a really effective United Nations. You could have interchange programs back and forth so we get to know each other a lot better. We could solve some of the crucial problems that are leading to war and so on in other ways. And I think you would have to do a great deal of this with an application of behavior techniques. And what's stopping us from doing this? Well, that's the whole point. What's stopping us is that we are not aware of the need for a design of a culture. See, we allow things to reach a certain stage
without any particular design, and we feel that's all that can be done. Misschien kunnen we straks wat vragen opnemen over de film, indien gewenst. Ik wil nog een paar dingen zeggen over de context van het denken van Skinner, zodat we hem misschien nog beter kunnen begrijpen. Eerst heb ik me even afgevraagd, is Skinner nou eigenlijk wel een groot denker? Wat is eigenlijk een groot denker? Daar gaat deze voordracht niet over, maar ik denk dat hij wel degelijk tot de grote denkers behoort, omdat hij zich bemoeid heeft met de grote vragen waarmee wij als samenleving en als mens geconfronteerd worden. Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant dat hij ook feitelijk daar heel diepgaande teksten over heeft geproduceerd. Dat ziet u aan de boeken die hieronder staan. Die zijn allemaal de moeite waard om het te lezen. Het zijn enorm rijke en prachtige oefeningen in de toepassing van het behaviorisme. En zijn manier, zijn operante conditionering. Dus mijn conclusie is wel dat hij een van de grote denkers is en hoort bij de grote namen, maar ook bijvoorbeeld Freud, op wie hij wel gesteld was, behalve het onbewuste. Maar hij vond Freud ook een hele interessante denker. En natuurlijk omdat het ook een determinist is. Maar hij was het niet eens met zijn stelling dat het onbewuste zo'n centrale rol speelde. Dat kunt u begrijpen. Ik denk dat we even moeten stilstaan, ik zal het niet te lang doen, bij het behaviorisme van Skinner. Kijk, het behaviorisme, er is een tijd geweest al vanaf de jaren 70 dat men zei, het behaviorisme is dood. Dus de reactie van Noam Chomsky op Skinners boek Verbal Behavior werd gezien als de nekslag van het behaviorisme. En ik denk dat daar wel heel veel waarheid in zit. Maar Skinner zei van ja, Chomsky heeft mijn werk gewoon niet begrepen. Hij heeft niet begrepen wat ik bedoel. Het is gewoon zo dat vanaf de jaren 70 cognitieve psychologie in opkomst is gekomen. En nog steeds is de cognitieve psychologie de dominante vorm van psychologie. Het behaviorisme is op te vatten als één grote familie. Hè. Er zijn heel veel behavioristen. Ze lijken allemaal een beetje op elkaar, maar ze zijn ook een beetje verschillend. Als u boven dat citaat ziet, daar bovenaan van Watson, dat is eigenlijk het statement wat alle behavioristen onderschrijven. Hè, dat de psychologie een objectieve, experimentele wetenschap is, een onderdeel van de natuurwetenschap. Met als doel voorspellen en controleren. Nou, dat staat er nou even zo. En het gedrag is gedetermineerd. Daar gaan we vanuit als behavioristen. En we willen gedrag voorspellen en controleren. Niet alleen maar verklaren en begrijpen. Hè, door fenomenen te bestuderen en daar psychologische verklaringen voor te zoeken. Nee, zegt Skinner, we moeten ze ook kunnen beïnvloeden. We moeten ze kunnen veranderen. Nou, u heeft gezien waar zijn passie zit, waar zijn drive vandaan komt. Er zijn heel veel psychologen die zeggen, ja, je kunt alleen maar een bepaald deel van de mens controleren en voorspellen. En dat is misschien zijn gedrag, maar alles in de binnenwereld kun je niet voorspellen en ook niet controleren. Moet je ook niet willen. Skinner is daar niet mee eens, die zegt dat moeten we wel willen. Hij wijst, want zegt hij, je komt op het gevaarlijke punt van het dualisme, van dat er een mentale wereld en een zijnsvorm zou zijn en een objectieve fysieke zijnsvorm. Hè? En hij wijst dat dualisme af. Alles is een eenheid en is een fysieke wereld waarin het zich afspeelt, ons gedrag. Ook ons innerlijk gedrag, ons denken, ons taal, onze verbeelding, onze herinneringen, noem het maar op. Waarom wordt hij nou radicaal genoemd? Hij is geen black box denker. Het is niet zo dat hij een S-boxje R-psycholoog is, waar daarbinnen een zwarte doos zit, waar hij zegt van ja, daar kan ik niks over zeggen. Zo is hij niet. Hij zegt een psychologie die niet aandacht besteedt aan die binnenwereld is een gemankeerde psycholoog. En een gemankeerde psychologie, dus wij besteden daar wel aandacht aan. Hij gaat wel
Het belang ziet hij wel in van wat mensen zeggen over hoe ze zich voelen, wat ze denken, wat ze willen, et cetera. Grote probleem is, hoe gaat hij dat rijmen met zijn algemeen behavioristische visie van alles is bepaald en fysiek en bepaald door de omgeving. Zo'n innerlijke verschijnsel als bijvoorbeeld het gevoel frustratie. Hè? Neem nou het gevoel frustratie. Dan zegt hij van ja, je moet niet blijven staan bij dat gevoel en dat gaan exploreren. Maar je moet het in een relatie brengen, in verband brengen, een functioneel verband met de omgeving. Hè? Dus als je zegt van ja, crimineel gedrag, zoals hij ook al hier opnoemde of noemde, is een functie van gefrustreerd gevoel. Criminelen zijn gefrustreerd. Zegt hij, ja, dat is een, ja, oké, okay, maar dat is niet het hele verhaal, dat is geen verklaring. Wat je vervolgens moet verklaren is, waarom is die gefrustreerd? Waar komt die frustratie vandaan? En dan kom je gewoon, en dat zien we ook nu weer in al die discussies, rond toename van jeugddelinquentie. Je moet kijken naar wat er in de omgeving aan factoren zijn die dat faciliteren, die dat versterken, dat criminele gedrag. En dat is gebrekkig of geen opleiding, gebrekkige beschikbaarheid aan werk, sociaal isolement. En dan zegt hij, ja, ga daar nou maar eens aan werken, besteed daar nou maar eens $20 miljoen aan, in plaats van dat je weer gaat bezig zijn met, laten we zeggen, de inner person van de crimineel. Dat heeft geen enkele zin, zegt hij. Dus ik erken wel frustratiegevoel, maar niet de analyse daarvan, zegt hij. Dat is ook iets van het radicale in hem, van het innerlijk is ook gedrag. Dus hij probeert steeds een innerlijk, dus een gevoel of een cognitie, probeert hij te vertalen naar functionele relaties tussen gedrag en omgeving. Op een gegeven moment, dit is de derde kolom, ziet u een citaat van hem uit zijn laatste lezing. En dan zie je dat hij geleidelijk aan behoorlijk naar een extreme positie is opgeschoven. Toen was hij vlak voor zijn dood. Toen noemde hij de cognitieve psychologie, houdt u vast, het creationisme van de psychologie. Dus waarin de biologie, de schepper, de soorten heeft geschapen in een x-aantal dagen. Er is een creator die dat allemaal kan verklaren, wat hij gedaan heeft, kan je verklaren, de evolutie, is weerlegd door Darwin. En Skinner zegt, de cognitieve psychologen zitten op hetzelfde traject. Die zoeken verklaringen in de inner man, de autonome man, maar zijn daarmee in feite creationisten. Want de werkelijke oorzaken, nou dat is hier al herhaald naar voren gekomen, liggen buiten de persoon. In zijn leergeschiedenis. Dus niet helemaal buiten de persoon, maar in zijn leergeschiedenis en in de actuele omstandigheden. Dus op een gegeven moment moest hij zich maar blijven verdedigen dat hij aan de ene kant wel een innerlijke wereld erkende, want hij wilde ook psychologie, een volwaardige psychologie maken. Maar hij had toch moeite, hè, nogmaals, met die mentale verklaringen, die mentalistische verklaringen. Hè. Dat wil zeggen dat je gedrag verklaart in termen van gevoelens, van gedachten, van wensen, plannen, beslissingen, keuzes. En dan zegt hij, dat zijn schijnverklaringen. Stel dat je zegt, ik ga vanmiddag zwemmen, want daar heb ik zin in. Dan zal hij zeggen, ja, die zin, dat is oké, dat voel je. Maar waarom heb je zin en waarom ga je zwemmen? Dat is je leergeschiedenis met dit zwembad in deze tijd waarin je nu bent. Dus het zijn incomplete verklaringen voor Skinner. Een ander bezwaar dat hij tegen de cognitieve psychologie heeft, is dat hij zegt, ze maken een kopie van de werkelijkheid. Stel je hebt angst voor open water. Hè? Je durft niet zwemmen in open water. En dan zegt hij, ja, de cognitieve psychologen verklaren dat door te zeggen van de mens heeft een representatie, een cognitieve representatie van open water. En daar reageert hij op. Want open water, ja, daar reageert iedereen weer anders op. Dus hij zal een representatie in zijn hoofd hebben van. Dat is de kopietheorie van de werkelijkheid. Hij zegt, ja, maar hoe leer je die kopie dan weer kennen? Moet je daar ook een kopie van maken? Etcetera, etcetera. Dus dat is ook een incomplete verklaring.
Dan het volgende, private events. Hè, dat zijn dus, heb ik net gezegd, het voorbeeld van de de frustratie. Zou ik nu dus overslaan. En daarna, het derde punt is dat hij de cognitieve psychologie met een beeldspraak heeft getypeerd. Als dat cognitief psychologen dwalen in de Royal House of Mind. Ik heb daar ook een mooi plaatje bij gezocht van een Downton Abbey verhaal, kasteel. Met heel veel kamers, met heel veel mooie spullen daarin. En hij zegt, cognitieve psychologen dwalen heel graag door die kamers. Maar ze moeten veel meer naar buiten komen. Ze verdwalen ook in die kamers. Dus ze raken vast in die innerlijke verklaringen. En ze vergeten dat die cognities functionele verbanden hebben met de omgeving. Ja, een beeldspraak die mij wel aanspreekt. Maar tenslotte, en dat is ook het probleem bij het werk van Skinner als je dat bestudeert, is hij ambivalent ten aanzien van die binnenwereld. Want als je zijn werk goed bestudeert, van begin tot eind, dan gaat hij regelmatig wel in op innerlijke gebeurtenissen die gedrag bepalen. Dus dan komt hij toch weer in die mentale wereld terecht. He, van als ik pijn heb, zeg, en ik zeg ik heb pijn, dan wordt die uitspraak gestuurd door mijn gevoel. Dus mijn uitspraak is gestuurd door mijn innerlijke ervaring van pijn. Dus daar kan wel een oorzaak van mijn uitspraak liggen. Of ik heb een inner dialoog met mijzelf. He, ik praat in mijzelf. Dat ik zeg, nou ja, ik ruik daar sigarenrook en dat doet mij denken aan mijn oom. He, dat gaat mijn gedrag beïnvloeden. Die uitspraak tegen mijzelf, die innerlijke dialoog. En tenslotte kun je ook jezelf in je verbeelding, een positieve verbeelding oproepen, wat mijn gedrag kan versterken. Of ik kan iets negatiefs in mijn voorstelling halen en dat kan mijn gedrag verzwakken. En daar is het feit dat Skinner daar niet systematisch mee is omgegaan in zijn werk. He, dat hij dat niet systematisch in een onderzoeksprogramma heeft ontwikkeld en uiteengezet en onderzocht. Ja, hij was inmiddels natuurlijk ook al in de 70 toen hij dit schreef, dit artikel. Ja, heeft hem toch naar de randen van de psychologie gedreven. En daardoor is hij natuurlijk voor cognitief psychologen, denk ik, moeilijk te verteren. En dat is jammer. Want ik denk dat cognitief psychologen veel kunnen leren en hebben aan zijn benadrukken van de leergeschiedenis en de functionele relaties tussen ons gedrag en de omgeving. Ik wil even hierbij laten zijn positie in het behaviorisme. En nog iets explicieter ingaan op die actualiteit van Skinner voor vandaag. En, want ja, wij vragen ons af, krijgt Skinner nou eigenlijk wel genoeg aandacht? En het antwoord van Pier en mij zal natuurlijk zijn nee, dat raadt u inmiddels. Maar op verschillende punten. We vinden bijvoorbeeld dat er te weinig ruimte is in academische opleidingen voor het gedachtegoed van Skinner. Ik heb voor de aardigheid dus even twee fotootjes gemaakt van het boek over Abnormal Psychology, wat wij in onze eerste jaars studenten voorschrijven. Dat is een dikke pil van ruim 500 pagina's. En wat je rechtsboven ziet is één alineaatje over Skinner. En de inhoudsopgave, de personenindex, misschien kunt u dat lezen. Daar staat dan een Skinner in, maar dat is dan een andere Skinner. Een AC Skinner. Ja, wij zouden dat graag, overigens niet alleen voor Skinner, maar eigenlijk vinden wij dat origineel werk, ook van Freud, het wordt gewoon te weinig gelezen op universiteiten en andere opleidingsinstellingen. Er wordt alleen maar secundaire literatuur gelezen. En het tweede punt is, veel van wat we om ons heen zien, dat is al Skinner, zonder dat je dat weet of zonder dat hij de credits erop voor krijgt. Als je erop gaat letten, dan begin je te zien. Het gaat om leefstijlprogramma's, stop met roken, meer bewegen, et cetera. Maar ook boetes krijgen in het verkeer, belastingvoordelen als je een fiets koopt om naar het werk te gaan. Dat soort zaken. We hebben voordeelurenabonnementen om buiten de spits te rijden. Het zijn allemaal gedragsbeïnvloeding via de omgeving. En ook wel die goed werkt. En dit is de laatste slide. Wat zouden we nog meer kunnen doen? We hebben al gehad over onderwijs. Er zijn allerlei terechte maatregelen vandaag om meer leerkrachten voor de klas te krijgen. Maar moeten we niet misschien meer aandacht hebben voor wat die leerkrachten in die klassen daadwerkelijk doen
Nee, is ons onderwijs, het gedrag van de leerkrachten in de klas, is dat wel effectief genoeg? We gaan niet de leerkrachten hier ergens van beschuldigen, want ze werken keihard. Maar onderwijs effectiever maken en hun gedrag misschien effectiever maken, dat is ook een manier om het lerarentekort en de werkdruk in het onderwijs te verminderen. Plofkippen. We kunnen consumenten voorlichten over dierenleed, bewust maken, motiveren, overtuigen, etc. Maar als we simpelweg het biologische voedsel goedkoper zouden maken dan het niet-biologische voedsel, dan zouden de plofkippen binnen een maand de winkel uit zijn. Vliegen. Als we allemaal de trein zouden nemen tussen Amsterdam en Londen of Parijs, als dat allemaal goedkoper zou worden dan vliegen, dan zou er binnen een korte tijd geen vliegtuig meer opstijgen binnen Europa. Hè. Dus dat zijn allemaal dingen die we ook zelf zouden kunnen doen. En we hebben de laatste tijd natuurlijk ook over corona zitten nadenken. Hè, van hoe zou Skinner nou die coronacrisis aanpakken en zouden we hem dan eigenlijk misschien er veel minder last van hebben gehad. Hè? En hij zou weinig op hebben met dingen als je moet mensen overtuigen, je moet ze verantwoordelijkheid laten nemen, je moet ze motiveren. Want dat zijn allemaal van die mentalistische constructen, verantwoordelijkheid nemen, dat alleen maar afleidt van het concrete gedrag waaruit dat verantwoordelijkheid nemen dan daadwerkelijk bestaat. En de maatregelen die we moeten nemen om in de omgeving om dat verantwoordelijk gedrag uit te lokken en te bekrachtigen. Onze overheden nemen maatregelen. Maar wat zou Skinner nou van die maatregelen vinden? En het zou hem opvallen dat het vooral om aversieve controle gaat, zoals boetes, om ongewenst gedrag, zoals samenkomen met te veel mensen, om dat tegen te gaan. En wat je dan ook ziet, is dat steeds meer mensen die maatregelen gaan ontlopen. Ze zijn het zat, ze komen er tegen in verzet en ze proberen eraan te ontsnappen op feestjes thuis, nadat de kroeg dicht is gegaan. Omdat dat is nou eenmaal hoe mensen reageren op aversieve controle. En heel veel liever zou hij zeggen van probeer de mensen nou te verleiden tot gewenst gedrag en dat te bekrachtigen. En wij hebben even zitten rekenen, Pier en ik, wij zouden het wel kunnen oplossen, die coronacrisis. Want als je nou 17 miljoen mensen 10 euro zou geven als ze zich laten vaccineren, dan kost je dat 170 miljoen euro. Laat het eens 100 euro zijn, dan is het 1,7 miljard. En dan hadden we misschien niet 60 miljard euro aan steunpakketten in de economie moeten pompen. Doe het voor de hele wereldbevolking. 7 miljard, en dan kost het je 70 miljard euro. En alleen al het Europese herstelfonds bedraagt 750 miljard euro. Maar ook dan zie je dat die inner man van veel mensen zich weer beknot voelt in zijn zogenaamde vrijheid. En we zeggen dat je mensen niet moet omkopen, zeker als het gaat om hun lichamelijke gezondheid en hun lichamelijke integriteit. En mensen moeten het zelf willen, zeggen we dan. Maar we beseffen niet dat we ons dan misschien wel ontworstelen aan één bepaalde vorm van omgevingscontrole, die zogenaamde omkoping, maar dat ondertussen gewoon blijven blootstellen aan allerlei andere vormen van omgevingscontrole, waarvan we ons veel minder of misschien helemaal niet bewust zijn, maar die ondertussen veel schadelijker voor ons zijn en voor onze samenleving. Dus we kunnen ook naar anderen kijken, en dat zijn eigenlijk een beetje onze slotwoorden, zoals overheden en bedrijven, maar we kunnen ook veel zelf doen. We hebben immers voor een groot deel zelf in handen. Skinner noemde dat de counterconditionering. Je kunt je ook reageren op degene die jou willen controleren. Als we zelf dus vanaf morgen alleen nog maar biologisch voedsel kopen, zullen de winkels over een jaar alleen nog maar biologisch voedsel aanbieden en wordt er alleen nog maar biologisch verbouwd. Als we zelf alleen nog maar met de trein gaan en niet meer vliegen, zal er minder gevlogen worden. En als we allemaal groen gaan stemmen, dan zijn bij de volgende verkiezingen alle verkiezingsprogramma's groen. Of in ieder geval groener dan nu. Mooi. Zo, ik denk dat er zo meteen nog wel even ruimte is voor vragen, maar ik wil eerst graag een afsluiting doen, omdat het toch 6:30 is. Dan kunnen mensen die graag weg willen of ergens naartoe moeten dat doen. Ik wil jullie allereerst allemaal hartelijk danken voor uw komst. Ik wil ook graag wijzen op de volgende programma's in deze reeks. In het najaar, die gaan over Sartre, Judith Butler. Freud hebben we ook nog op het programma staan, dus u bent daarvoor van harte uitgenodigd. Deze informatie vindt u ook op de website. En belangrijk nog, het boek De Ideale Wereld
van Skinner. Daarvoor liggen de bestelformulieren daar bij de uitgang. En dan wil ik u graag nog eenmaal bedanken voor uw komst. En een applaus voor Pier Prins en Arnold van Emmerik. En dan nu de vraag, zijn er nog vragen? Ja, ik bedoel, we weten allemaal, we zitten met zo'n chaos in deze wereld. We hebben leiders die niet beter weten dan oorlog voeren, zich onttrekken aan alle mogelijke verplichtingen die het klimaat oplegt, die de gelijkheid op zou leggen, waarvan iedereen intussen wetenschappelijk weet, via de wetenschap weet dat die goed doet, ook aan de mensen die dan wat minder rijk zouden zijn als ze nu zijn. Ik vraag me af, we hebben een aantal goede dingen gehoord die hij zou willen doen, zeker dat geld anders besteden, maar is daar nog iets meer over te zeggen over die gedachten die hij ongetwijfeld daarover had? Dank je wel. Het is, ja, hij heeft er boeken vol over geschreven, denk ik. Maar, ja, kun je het iets concreter maken wat je wil weten? Hoe pak je nou bijvoorbeeld wat in mijn ogen een van de grote misstanden van deze wereld is? Dat wij sinds de ondergang van het communisme gevoed worden met het idee dat de rijke wereld de arme wereld helpt, terwijl het één grote leugen is. Om maar een voorbeeld te noemen. Een van mijn andere grote dingen waar ik altijd me ongelooflijk aan erger is het gemak waarmee vijandbeelden worden geschapen. Rusland is altijd fout, China is altijd fout, Amerika is altijd goed. Ik neem aan dat hij daar gedachten over had. Dank je. Ja, zal ik een poging doen? Ja, kijk, als je eigenlijk moet je dan kijken naar het, ik probeer wat, hè, naar het gedrag van die mensen die dat soort vijandbeelden schetsen. En als je nou, en dan kom je toch weer op uit dat iemand dat doet, iemand zegt dat communisten de vijand zijn of dat arme landen, nou ja, et cetera, al die dingen die je zegt. Iemand zegt dat omdat dat in de omgeving van die persoon bekrachtigd wordt, door de omgeving van die persoon bekrachtigd wordt. Misschien door een bepaald kiezerspubliek, misschien in de directe omgeving, et cetera. En iemand anders die beweert iets heel anders, want daar worden andere opvattingen en uitingen bekrachtigd. En juist die eerste worden daar keihard afgestraft, bij wijze van spreken. En dus ook dat heeft, iemand zegt bepaalde dingen, iemand helpt bepaalde ideeën de wereld in, omdat dat beloond wordt door de omgeving. Ja, dat is denk ik, ja. Ja. Maar hoe kom je er vanaf? Ja, hoe kom je er, ja, nou ja, 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 ja. Ja, nou ja, dan toch een beetje wat, kijk, wij bekrachtigen ook overheden, hè? Dus als wij inderdaad, ons stemgedrag, het is maar één keer in de vier jaar, maar ons stemgedrag is een enorme bekrachtiger voor politici. Ik probeerde dat in de laatste slide te schetsen, maar dat is natuurlijk wel zo. Ja, wat Skinner misschien heeft hij wel gezegd van, als je wilt veranderen en in een richting zoals u die impliceert, dan zou je je niet moeten wenden tot politici, niet tot de industrie en niet tot de religie. Want die hebben allemaal zodanige belangen dat de status quo, hè, of de huidige situatie zelfs, bestendiger blijft. En hij heeft veel meer op met activistische groepen, met schrijvers, met journalisten, met wetenschappers, met mensen die ongebonden zijn, zoals hij zegt, met die niet met belangen beladen zijn. En dat die, als die in staat zouden zijn om nieuw gedrag te gaan vertonen, wat versterkt wordt, wat groter wordt, wat ruimer wordt, wat een modelfunctie kan gaan krijgen, ja, dan zou je kunnen beginnen met een verbetering en een verandering. Maar dat moeten wij dan allemaal bekrachtigen. Dat moeten wij allemaal bekrachtigen. In die zin was hij, hij was ten tijde van dit interview heel optimistisch. Want hij zei van, ja, mijn technologie wordt gewoon veel te weinig toegepast. Maar aan het eind van zijn leven was hij veel somberder. Je moet eens kijken op internet, er zijn interessante interviews met hem in de New York Times.
En tot op hoge leeftijd heeft hij interviews gegeven. Dan gingen ze ook steeds bij hem langs. Hè. Hoe kijk je nu tegen de wereld aan? Dat is een soort orakel. Maar ja, hij werd somberder omdat hij zegt, ja, je kunt de toekomst niet naar voren halen. Je kunt de toekomst, die dreigt, kun je niet naar hier laten, zodat hij op mensen invloed heeft. Mensen gedragen zich vanuit zijn theorie op basis van het verleden, want die heeft hen zo gevormd. Weet je? Dus het is heel moeilijk om dat gedrag in die zin te veranderen. Dus ja, de kleine groepen die een modelfunctie moeten gaan krijgen, ja, meer kan hij er ook niet van maken. En wij ook niet. En ik denk dat dat reëel is. Dat is reëel. Er zit aan alle kanten gebonden aan al die grote invloedrijke instituten. We hebben het nog niet eens over Google. We hebben het niet eens over Google, hoe die ons leven bepaalt. Ik las laatst iets, misschien heeft u het ook gelezen, dat Google in samenwerking met de farmaceutische industrie gebruik wil maken van data die komen uit de smart apparaten die jij in je huis hebt. Hè? Of, die geven allemaal data over jouw gedrag. Big data. En zij wilden dan dat op basis van die data zouden ze dan vroegtijdig kunnen signaleren of je cognitieve stoornissen hebt of een depressieve stemming gaat krijgen. Ja, aan de ene kant is dat natuurlijk smullen voor Skinner, omdat het gebaseerd is op gedrag in omgevingen. En het zijn niet 50 proefpersonen die een uurtje gekeken hebben. Nee, het zijn miljoenen mensen die je een jaar lang volgt in hun huis. Maar die zitten wel ons te sturen. Dat is ongelooflijk. Ja, we gaan even, meneer, u had ook een vraag, geloof ik, toch? Dus daar, ik wou even, daar kun je iets aan doen. Dan kun je dingen niet kopen of op een bepaalde manier installeren. Dat ze, ja. Als we dat nu die data versleuteld worden of whatever, maar dat je nog wel je thermostaat goed kan laten functioneren. Volgens mij, als ik het goed heb begrepen, uw verhaal is nudge, waar heel veel overheden mee proberen op een positieve manier invloed. Dus ja. Ook een Skinner, consequentie ja. Van Skinner. Ja. Maar u heeft het over Google, maar social credits in China bijvoorbeeld zou ook een Skinner. En dan nog één commentaar, want u zei als wij op groene partijen zouden stemmen, dan wordt het beleid groener. Maar er is ook heel veel, geen enkel groene partij in Nederland, misschien D66, kijkt naar een bepaalde generatie kernenergie als oplossing voor klimaatverandering. Dus zelfs daar is de omgeving niet altijd... Nee. Nee, ja. Nog niet. Kijk, het is natuurlijk niet iets wat van de ene dag op de andere verandert. Maar je kunt natuurlijk wel door je eigen gedrag in te zetten, kun je het wel die kant op brengen. Hè? Facebook, ja, dat is toch misschien een heel helder voorbeeld. Want we doen allemaal alsof we machteloos zijn tegenover Facebook. Als we nu dat ding van onze telefoon halen, allemaal, dan is het gewoon afgelopen. En, ik mag hem niet van mijn telefoon afhalen. Nee. Ja. Ik gebruik hem niet, ik zit niet op Facebook, maar ik mag hem niet afhalen. Zo. Ja. Dat is een behoorlijk 1984. Ja. Ja. Waren er nog andere vragen? Deze kant, ja. Wat is heel concreet zijn invloed op het onderwijs en wordt dat nu nog toegepast? Ja, dat is ook heel leuk dat u dat vraagt. Want hij heeft, ik kan u het boek, ja, daar begin ik dan meteen mee, Technology of Teaching aanraden. Dat is gewoon via die Skinner Foundation gratis te verkrijgen. Prachtig boek. Maar zijn stelling is, drie dingen in het onderwijs moet je beter doen. Je moet veel meer directe feedback geven aan kinderen. Wat ze, direct feedback. Je moet ze veel meer laten doen. En je moet ze... het moet veel meer interactief zijn. Dus het is, in onderwijs moet niet zijn het overdracht van informatie, maar moet zijn problemen oplossen. Dus hij is dus echt voor probleemgestuurd onderwijs waarbij je dingen doet. En als je nou ziet naar die computergestuurde onderwijssystemen, dan zie je ook dat de leerling, en dat gebeurt ook op universiteiten, dat die veel te passief zijn in zijn ogen. Een leerling moet echt actief de kennis op de een of andere manier met die kennis bezig zijn. En daar heeft hij prachtige voorbeelden mee gegeven in dat boek over hoe leer je natuurkunde. Of hoe leer je abstract redeneren. Ja, dat is geweldig, want hij zegt de essentie zit hem in hoe je die lesstof
opdeelt in elementen, waardoor je ook een leerling die kleine stapjes kan laten maken en belonen, bekrachtigen. En door die directe feedback worden die kinderen zeer gemotiveerd. En dat is interessant onderzoek mee gedaan, ook door hemzelf. Een hele actieve rol van de leraar. Nou, in zekere zin, hij heeft dus een machine ontwikkeld, zal niet waar zijn, een teaching machine. Ja, dat was geweldig, want hij ging, er was een keer een vadersdag op de school van zijn dochters. Hij had twee dochters en toen zag hij hoe die leerkracht daar met die kinderen omging en dat vond hij niet zo. Hij zegt, ja, ze kan er niks aan doen, maar ze doet het niet helemaal goed. Is hij, zoals hij zegt, een beetje geromantiseerd, de volgende dag begon ik aan mijn teaching machine. En die teaching machine, daar zit het hem in. Daar zitten die drie principes, heeft hij uitgewerkt. En daar zie je die kinderen gewoon hard werken, maar met veel plezier en veel drive. Ja, en toch ook, als ik daar wat aan toe mag vinden. Dat is geen aversieve controle. Zie je, het onderwijs, zegt hij, is helemaal gebaseerd op aversieve controle. Ja. Zelfs, zegt hij, het regelmatig doen van toetsen. Dan denk ik, ja, als onderwijzer denk ik dan, hoe moet je anders? Hij zegt, ja, ze moeten zelf die voortgang in die stof maken en ze moeten zelf het signaal krijgen, ik ben op de goede weg. En dan heb je geen leerkracht voor nodig. Die moet de meeste tijd besteden aan het in klaarmaken van die leer- en lesstof. Prachtig. Ja, toets heeft hij omschreven als het ontsnappen aan aversieve controle, hè, door studenten en scholieren. En wij geven les op, er zitten ook wat collega's op de universiteit, wij geven soms dan honderden mensen tegelijk les. En die gaan dan met z'n honderden zo'n toets maken. Leren ze iets van die toets, dat niet. Nee. We hebben het ook over de kleinschaligheid, dat vinden we. Hè, dat is natuurlijk goed kleinschalig onderwijs, dan zeggen we allemaal van dat is beter. En dat is natuurlijk precies om die reden, omdat je daar veel meer direct contact hebt en direct het leren kunt bevorderen. En directe feedback, wat je nu niet krijgt, hè? Een docent mag x aantal weken doen om de feedback te formuleren. Ja, hij zegt dat werkt niet. Nee. Dat is gewoon. Dat is ook de kleine stapjes, hè? De man van de kleine stapjes, aangepast aan de persoon. En aangepast aan de persoon, inderdaad. Past het onderwijs. De gaming-industrie is daar enorm goed in. Ja, absoluut. En er verder nog. Laatste vraag om af te sluiten. Kan, mag, hoeft niet. Achter je. Ja. U had het over Noam Chomsky, die dan heeft voor gezorgd dat Skinner van het veld werd geslagen. Wat is er vervolg daarop geweest? Hebben ze elkaar ontmoet? Ze woonden al bij in Cambridge, Massachusetts. Niet hoe bedoelt u het vervolg daarop? Nou, artikels in de New York Review of Books verschenen. Dat heeft dus. Maar hebben ze elkaar. Ze woonden dicht bij elkaar, niet? Nee, MIT. Volgens mij achter. Want Skinner was niet te beroerd om te debatteren. Zijn leer uit te dragen. In die zin was bijna een evangelist. Maar volgens mij wilde hij niet met Chomsky. Hij zag er geen heil in. Omdat Chomsky hem niet echt goed begreep. En hij voelde ook een soort. Uit zijn autobiografie een soort. Een soort agressie naar hem toe, weet je. Dus dat is het niet geworden. Wat heel interessant is, ik vond in het kader van dit boek, ik ga zoeken op Chomsky Skinner. En toen was Chomsky, hebben ze 45 jaar later geïnterviewd hierover. En toen zegt hij, nou, en hij was niet heel gul hoor, Chomsky, maar hij zegt, hij heeft toch wel wat bereikt, Skinner, maar hij moet zich gewoon bij die dieren houden. Ik neem niks terug van mijn. Vanweer dat zijn operante conditionering niets te zeggen heeft over complex gedrag. Zeker niet over taal. Dus in die zin heeft hij. En het omgekeerde geldt ook hoor. Skinner is niet, laten we zeggen, taal gaan opvatten als een aangeboren competentie. Hè, waarmee het kind taal kan genereren wat hij nooit gehoord heeft, et cetera. Wat aangeboren is. Dat heeft hij ook verder nooit echt ontwikkeld. Het is niet goed gekomen tussen die twee. Dus het is niet goed gekomen tussen die twee. Oké, dan sluiten we hem hierbij af. Nogmaals, dank voor uw komst, dank voor uw vragen. Ja. En een applaus voor Arnold van Emmerink en Peter Prins. APPLAUS